Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een shoplog. En deze keer heb ik twee superleuke pakketjes die ik ga unboxen. En ik heb er echt heel erg veel zin in. Dus als je er ook heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal en dan gaan we lekker beginnen. Ik heb namelijk eindelijk weer een shoplog van Shein. En ik heb ook nog een heel erg leuk pakketje ontvangen van Jessie Jewels. Dus dat ga ik ook unboxen. Maar ik ga beginnen met mijn Shein pakketje. Voordat ik ga beginnen wil ik er wel even iets over zeggen. Ik heb de vorige keer hier een video over opgenomen. Die is echt heel erg goed ontvangen. En vond ik ook heel erg leuk om te maken. Ik heb deze keer wel echt heel erg lang moeten wachten. Er waren wat storingen volgens mij met de pakketjes in België. En meerdere mensen hadden hier last van. Maar ik heb hem nu... Ik heb er een maand op moeten wachten, denk ik. Het kost natuurlijk echt helemaal niks. Dus je moet gewoon even geduld hebben. Maar uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Maar ik wilde dat toch wel even zeggen. Voor de rest heb ik op Shein. Kijk ik gewoon best wel regelmatig. En soms komen er kortingscodes voorbij. En ik heb dus nu een kortingscode van 20% gebruikt. Die zag ik gewoon erop staan. Dus... Als je met korting wil shoppen, moet je dat gewoon even goed in de gaten houden. Ik zal bij alle kleding iets vertellen. Ik zal alles gewoon rustig laten zien. Alle linkjes in de beschrijving zal ik nu wel echt doen. En dan gaan we maar gewoon lekker beginnen. Ik heb er heel veel zin in. Omdat het zo lang geleden is, weet ik ook echt niet meer wat ik heb besteld. En het zit dus in allemaal van deze zakjes. Maar dat weten jullie volgens mij onderhand wel. Als eerste heb ik een... Even kijken hoor. Een topje. En deze heeft één zo'n mouw aan de zijkant. En die ander is die strapless. Dus dan heb je zo het topje. Hij is van zo'n soort badstof gemaakt. Deze stof vind ik niet heel fijn. Dit is wel lastig, want je kan niet altijd zien van wat voor stof het is gemaakt. En deze stof vind ik zelf niet zo heel fijn. Maar het gaat wel. Het is echt een beetje zo'n zweetstofje. Ik heb deze in de maat S. En... De meeste dingen heb ik in een S of in een M besteld. Ik zal het er gewoon bij zeggen. Dit is het zwarte topje. Hij is op zich prima. Maar zoals ik zei, ik vind de stof gewoon niet zo fijn. En hier hoor je dus eigenlijk een strapless BH onder te doen. Dus dat bandje moet je even wegdenken. Ik heb hem nu even aan met een biker short. Daarmee zou ik hem zelf niet combineren. Maar dat was even makkelijk. Ja, het is prima. Maar ik vind hem niet heel, heel erg bijzonder. Als ik eerlijk ben. Zo, en als je het bandje wegdoet, vind ik het altijd beter uitzien. Zo. Nou, op zich heeft hij wel iets. Ik vind het wel leuk. Het is wel gek of zo, maar wel grappig. Nou, dan heb ik dit. Oh ja, ik weet al wat het is. En dit is een setje. En ik vind deze kleur zo, zo mooi. Het is een lila kleur. Ik hoop dat hij goed overkomt. En ik hou echt van deze kleur. Dit is echt heel leuk. Oh, ik ben er helemaal blij mee. Oké, wat ik heb is een heel erg leuk setje. Dus dit is het topje. En dan heeft hij van die leuke rouges of van die franjes. Ik weet niet hoe je het wil noemen. En hij heeft gewoon een stretchstofje. Het is ook een hele dikke stof. Dat is ook echt voor het eerst dat ik dat zie bij Shein. Heel erg leuk. Hij is denk ik wel vrij kort. En daarbij zit dus een jurkje. Een rokje. Heel erg leuk. En daarbij zit dus een bijpassend rokje. En... Ik heb deze denk ik wel in een M genomen voor de zekerheid. Ja, in een M. Want anders ben ik altijd bang dat ik het rokje niet pas. Van de bovenkant heb ik meestal wel een S. Maar de onderkant meestal wel een 36 of een M of een 38. Dus dan weten jullie dat. Bij dit setje dacht ik echt dat dit mijn favoriet zou worden. Maar ik vind het ook heel leuk. Ik vind het shirtje heel erg leuk. Hij zit lekker. Oh, moeten we even de mouwen goed doen. Hij zit heel lekker. Ik vind het schattig. De kleur is leuk. En het rokje los vind ik ook heel erg leuk. Zit ook heel erg mooi. De stof is fijn. Maar ik vind het bij elkaar, samen, vind ik het nog wel een beetje heftig of zo. Dus ik vind het wel een leuk setje. Maar ik denk dat ik het misschien eerder los van elkaar zou dragen. Dan echt met elkaar. Dus ik moet eventjes kijken. Het volgende. Ik zie iets tie-dye, maar ik weet echt niet meer wat het is. Even kijken. Oh, is ook een setje. Oh, ik weet het alweer. Een leuk pyjama setje. Ik vind dat tie-dye echt heel erg leuk. Maar ik zou het gewoon niet super snel naar buiten dragen. Ik weet niet waarom. En toen zag ik dit leuke pyjama setje. Met een broekje. Met roze tie-dye. En gewoon een beetje wit. Deze heb ik dan ook in een M besteld. Zodat hij wat groter valt. Dit leuke broekje. Misschien schijnt deze wel een beetje door. Moet ik even naar kijken.
En daarbij dus een shirt in hetzelfde printje. Ik dacht, hoe leuk is dit als pyjamaatje boven elkaar? Heel erg leuk. Oké, dit is de pyjama. Ik vind hem minder leuk dan verwacht. Maar hij is prima als pyjama. Je gaat er toch alleen in slapen. Ik vind de tie-dye wel leuk. Is ook een leuke kleur. Hij schijnt dus helemaal niet door. De stof is wel prima. Ja, het is gewoon niet heel, heel erg mooi. Maar ja, moet dat? Was dat het doel van dit? Nee. Dus ik vind het wel prima. Het ziet er wel grappig uit of zo. En het zit wel lekker. Het is echt meer een beetje zo'n huisdingetje of zo. En je zou op zich het topje ook nog los kunnen dragen met iets anders. Als je hier een knoopje in doet of gewoon in je broek. En wat ik altijd zo grappig vind bij Shein heb je dus nooit een voor- en achterkant. Dus het is gewoon gokken. Volgens mij ga ik best wel snel door de items heen. Maar ik wil gewoon wat langer vertellen over de items als ik het aan heb. Dus dan weten jullie dat. Omdat ik het gevoel had dat ik de vorige keer best wel lang aan het praten was. En dat moet ook natuurlijk niet vervelend worden. Dan iets groens. Ik heb wel lekker kleurtjes besteld. Blij mee. Het nadeel aan Shein is wel dat je echt zoveel moet strijken. Echt niet normaal. Oké, wat het is. Is een topje. Hij ziet er zo echt niet leuk uit als ik hem zo ervoor hou. Nou, op de site zag het hier heel leuk uit. Oh, je moet aan de zijkant. Kan je dit zo aantrekken. En dan heeft hij zo. Ja. Jullie snappen wat ik bedoel. Volgens mij heeft hij van die off-the-shoulder mouwtjes. En aan de achterkant heeft hij dus van die rekstof. En hij is dus een klein beetje in een ja, lichtgroene kleur. Ik vind dat de kleur misschien niet heel goed overkomt. Heel erg leuk shirtje. Oké, bij dit topje twijfel ik een beetje. Want ik vond hem online heel leuk. Ik heb nu sowieso niet een goede broek aan. Ik heb gewoon een legging aan. Maar ja, dit vind ik ook wel leuk. Ik heb er wel even een zwarte BH onder. En die bandjes heb ik even weggedaan. Ja, ik vind hem eigenlijk wel leuk. Ik weet het niet. Of moet ik hem zo dragen? Het kan natuurlijk allebei. Want hij ziet er gewoon een beetje goedkoop uit of zo. Maar dit vind ik wel heel erg leuk. Dat je aan de zijkant dit kan doen. Dit kan je natuurlijk ook vastmaken. Gewoon met een strikje. Zo. Ja. Nou, eigenlijk vind ik hem wel leuk. Ik moet gewoon eventjes kijken hoe ik dit combineer. Het is wel een beetje een zweetstofje. Maar ja, dat hebben veel dingen van Shein. Hij is wel schattig. Dan heb ik een wit jurkje. Heel erg benieuwd naar. Deze was ook al wat duurder dan de rest. Denk ook 20 euro. Ik vond deze er gewoon heel leuk uitzien. Heel erg leuk. Echt zo'n typisch strandjurkje. En hij heeft dus echt een heel mooi patroontje. En een beetje van dat kant. Een heel leuk jurkje. Ik ben blij dat ik deze in de maat S heb. Want anders was hij denk ik wel een beetje te groot. En ja, het is eigenlijk gewoon een simpel wit jurkje. Aan de onderkant heeft hij een beetje van die... ja, hoe noem je dit? Dit is een beetje doorschijnend en de rest van het jurkje niet. Hier zit nog een extra stof onder. Maar dit moet je denk ik sowieso wel met een... witte BH dragen en ja, of huidskleurig ondergoed. Dit is het witte jurkje en ik vind hem echt heel erg leuk. Ik dacht eerst dat hij heel erg zou doorschijnen. Ik heb er nu wel een witte bralette onder. Maar het valt eigenlijk heel erg mee. En ja, hij is wel heel diep uitgesneden. Maar op zich is het niet storend. De mouwen zijn heel erg leuk. Dit... En je hoeft er niet eens per se een rimpje om, omdat dit ook al iets strakker is. Ja, ik vind hem wel schattig. Hij is niet perfect, maar ja, voor even naar het strand of zo is hij wel heel erg leuk. Ik zal toch nog even de lengte laten zien. Dus hij is wel wat hoger, omdat hier zit stof en daarna zit het een beetje doorschijnend. Maar wel heel erg leuk. Een bikini, toch? Ja. Deze vond ik er heel erg leuk uitzien. Ik had hem ook in het blauw gezien, vond ik hem heel erg leuk. En je had ook nog andere kleuren. Maar ik ben gewoon helemaal gek van dat lila. En die bikinis komen dus ook in van die zakjes die je dus ook mee zou kunnen nemen op vakantie. Is dat deze een hoog broekje had. Heel erg leuk. En hij heeft dus echt zo'n, niet een badstof juist, maar juist een, ja, gewoon een stof van een shirt. Ja, hoe leg je dat uit? Heel erg mooi. En aan de achterkant ziet hij er dan zo uit.
topje ziet er heel klein uit. Voor een maat M. Deze. En er zitten van die vullingjes in, maar die kan je er gewoon uithalen. Ik vind de vorm van de top wel heel erg leuk. Maar ik denk dat hij een beetje te klein is. Oké, ik wilde toch nog even iets zeggen over de bikini. Ik wilde eerst het topje aandoen en dan dat laten zien. Topje is echt veel te klein. En het broekje zit wel heel goed, maar dan weten jullie dat. Normaal past het topje van maat M heel goed, maar nu was hij echt veel te klein. Dus dan weten jullie dat. Het volgende item. Ik heb geen idee. Ik zie wel dat het maat S is. En stipjes of zo. En ik dacht, dit jurkje is wel heel erg leuk voor stage. Want soms met lekker weer vind ik het heel lastig dat ik aan moet doen. Deze vond ik er wel heel erg leuk uitzien. En hij heeft dus stipjes. Het is gewoon een lang jurkje, volgens mij. Hij heeft wel maar één stof, dus ik hoop niet dat hij te erg doorschijnt. Maar het ziet er wel heel erg leuk uit. Dit is het jurkje. Ik vind hem heel erg leuk voor stage. En ik dacht dus dat de V te diep zou zijn, maar hij zit echt perfect. Mouwtjes vind ik heel erg leuk. En ik zou het heel erg leuk vinden om hier nog een riempje onder te doen. Dus het is echt het perfecte jurkje. Hij is ook precies de goede lengte. Ik zal het ook even laten zien. Hij komt namelijk echt net iets boven mijn knieën. Dus hij is ook niet te kort. Ja, ik ben er echt heel erg blij mee. En hij is ook echt lekker luchtig. Heel erg leuk jurkje. En zeker als je hier nog een riempje om doet. Of je Dr. Martens onder. Ja, hier ben ik echt heel erg blij mee. Dan heb ik nog een plak BH. Hoe noem je dit? Ja, een plak BH. Zo eentje heb ik er al en dat vind ik gewoon heel erg fijn. Als je een open rug hebt, dan kan je dit gewoon opplakken. En dan heb je toch een klein beetje bescherming. Of hoe je dat ook wil noemen. Dus dat is deze. Echt een aanrader om te kopen. En dan heb ik nog één item. Die zit dan weer in een heel ander zakje. Wel in de maat M. En dat is een hele leuke lange rok. Ik had vorige keer ook een lange rok gekocht. Die vond ik ook heel erg leuk. Dus ik dacht, waarom bestel ik er niet nu nog eentje? Hij ziet er wel klein uit. Dus ik hoop dat ik hem pas. En aan de onderkant heeft hij weer heel mooi een beetje zo'n effect. Nou, het vloekt lekker bij elkaar dit. Heel erg mooi. Heel erg blij mee. En hij heeft volgens mij ook een kleine split. Dus dat is ook heel erg mooi. Maar die lange rokken vind ik gewoon heel erg leuk voor vakantie waar ik niet naartoe ga. Oké, nou, dit is de rok. Hij zit echt perfect. Hij is dus aan de bovenkant tot hier dus nog een extra laag, zodat hij niet doorschijnt. En voor de rest heeft hij dus hier een hele leuke split. Ja, ik vind het gewoon heel erg mooi. Hij zit ook lekker. Hij heeft dus een rits aan de zijkant, zodat je hem nog dicht kan doen. En ik heb hem dus nu gecombineerd met dit zwarte topje. Deze is ook van Shein. Daar kreeg ik vorige keer heel veel vraag naar. Maar ja, heel erg leuk. Deze rok is echt helemaal top. Heel erg blij mee met wat ik allemaal heb besteld. En ik heb gelukkig nog een pakketje. Ik heb een pakketje gekregen van Jessie Jewels. En ik mocht daar een paar dingetjes uitzoeken. En ik heb ook voor jullie een kortingscode met Janette20. En ze hebben ook een Instagram en een Facebook. Ik zal alles gewoon in de beschrijving zetten. Dat is wat makkelijker. En ik ga het gewoon lekker openmaken. En hiervan zou ik natuurlijk ook aanbeelden plaatsen. Maar ik vond dat ze echt hele leuke dingen hadden op de site. Als eerst zit er een kaartje bij. Dit is het kaartje. En de kortingscode. Heel erg leuk. Als je deze stof dan voelt vergeleken met Shein is dit zoveel beter. Echt een heel leuk jurkje. Oké, het is dus een lang jurkje en hij heeft zo'n patroontje, een beetje stipjes of vlekjes met lange mouwtjes. En kijk hoe leuk deze mouwtjes zijn. En dan heeft hij ook nog een soort centuurtje, zodat je het bij je middel wat strakker kan trekken. Dat ziet er altijd wel wat beter uit. Anders heb je echt geen vorm in je lichaam. Echt een heel leuk jurkje. Oké, ik heb het jurkje aan. En nadat ik natuurlijk al die items van Shein heb, dan voel je gewoon dat deze kwaliteit zoveel beter is. Ik vind het echt een heel leuk jurkje. En ja, je kan hem ook gewoon in de avond aan, omdat hij natuurlijk lange mouwtjes heeft. Echt zo'n jurkje voor uit eten met mijn Dr. Martens eronder. Er zit een riempje om, maar ik zou er zelf dus nog een ander riempje onder kunnen doen, omheen kunnen doen. Heel erg leuk. En deze heb ik in de maat S. Want het viel volgens mij wat groter, dus dan is het altijd prima bij mij als het een S is. Dan heb ik nog een zonnebril uitgekozen. En hij heeft dus een zilver... Ja, de bril is voor de rest zilver. En dat vind ik heel erg fijn. Even kijken. Hij is wel goed ingepakt in ieder geval. Zo.
Oké, ik moet het kaartje natuurlijk wel eraf halen. Maar zo ziet de bril eruit. Heel erg mooi. Ook heel erg leuk dat die glazen een beetje ja, reflecteren. Soms denk ik, ik moet echt vaker zo'n model dragen. Want dat vind ik ook heel erg leuk staan. In een mooi zwart zakje zit een heel mooi kettingje in. Ik vind die echt heel leuk. Oké, er zit dus een kettingje in met drie van die... Oh nee, twee hartjes en een soort coin. Heel erg leuk in het zilver. En ze hadden echt mega veel. En ik vind dit dus niet opvallend, maar wel opvallend genoeg. Het heeft ook wel iets weg van joy, vind ik. Heel erg leuk. Kijk hoe mooi dit kettingje is. Heel erg leuk. Subtiel, maar toch aanwezig of zo. Heel erg leuk. Super blij met deze items. Dus jullie moeten zeker even een kijkje gaan nemen. En mijn kortingscode natuurlijk gebruiken. In ieder geval, dit waren alle items. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En als je wil dat ik nog meer Shein shoplogs ga doen, moet je dat zeker even laten weten. En dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!